Goedemorgen. Hey, goedemorgen mensen. Ik ben, je kunt het wel zien aan mijn oogjes, ik ben nog niet helemaal wakker. Het ik is ben wel bijna wakker. 8 uur. Ik sta al volledig aan, want we hebben al ruzie gehad met de valetparking van het hotel. Ja, en dat heeft uiteindelijk wel weer $85 opgeleverd. Boom, maar ja, het heeft me ook $140 gekost. Ja, nou ja, anyway, hebben we het nu niet meer over. Maar we zijn inmiddels vertrokken uit San Francisco. We gaan door naar Yosemite. Waar wij dit stoplicht en dan bij de volgende, ga linksaf. Waar wij 2 nachtjes gaan slapen in Curry Village, camping. In een tent. Heel erg benieuwd hoe dat zal zijn. En, bij het stoplicht, ga linksaf naar beneden. Eerst 4 uurtjes rijden. Ja. Ja, tot later. Peter, welkom in Yosemite. Ja, wel een beetje tegen je. Is dit alles? En wat een mooi weer hebben we ineens. Nou, het park binnenkomen was geen enkel probleem. Nee, we waren zelfs helemaal niemand voor ons bij het poortje. Nee, dus we konden zo door. Want we waren een beetje angstig met alle verhalen die we deze zomer hadden gehoord. Dat de mensen... Nou ja, ruim een uur moesten wachten voor... En het is ook nog eens een keer zondag. Ja. Maar ja, het is eind augustus, bijna september, dus... Weet je wat wel heel vet is, maar dat zul je waarschijnlijk niet meekrijgen. Hieronder hoor ik gewoon wild water. Mm. Hier zit vanzelf, een waterval. Don't be long, who would have guessed it? I will not leave alone everything that I own to make you feel like it's not too late. It's never too late. Shirt, ik aan het begin nog prima aankomen, maar nu eigenlijk niet meer. Kijk hem op. Ja, daar zitten heel veel snoepjes en eten. Nee, gewoon slecht Amerikaans eten. Snoep niet meer dan ik in Nederland snoep.
Nou, je hoort het misschien al. We zijn niet de enige hier. Something wrong, who would have guessed it? And I have left alone everything that I own to make you feel like it's not too late. It's never too late. Zo, we zijn aangekomen bij hoogtepunt van de reis, letterlijk in ieder geval, namelijk bij Glacier Point. Op 7200 feet. En volgens de kaart. Volgens betrouwde bronnen, THTF, is dat ruim 2900 meter hoog. Dus het is een mooie hoogte voor een skigebiedje, zou ik zeggen. Maar we lopen er nu naartoe en dan laten we jullie even zien wat hier te zien valt. Even if I say it'll be alright, still I hear you say you want to end your life. Now and again we try to just stay alive. Maybe we'll turn it around, cause it's not too late. It's definitely too late. The world we knew won't come back. And if I don't belong, even if I say it'll be alright, still I hear you say you want to end your life. Now and again we try to just stay alive. Maybe we'll turn it around, cause it's not too late. It's definitely too late. Afdalen naar waar? Vissen te zetten. T-shirt scoren. Ja, dit hebben we ook alweer gezien. Been there, done it. Ah, het is wel een mooi uitzicht met die twee watervallen op de achtergrond. Het is verschrikkelijk mooi. Ik ben blij dat ik dit gezien heb. Ja. Vorig jaar had het niet gekund. Want die weg hier naartoe die was vorig jaar dicht wegens onderhoud. Ja. We hebben ook een keer mazzel. Overal is onderhoud dit jaar, behalve hier. Supermarkt van. We zijn nu in de binnenkant.
Yosemite. Yosemite Village, supermarkt. Gewoon even sneupen. We hebben eigenlijk alleen maar ijs nodig. Ja, of niet... in ijsblokjes. Ijsblokjes voor de koeler. Ja. Best een grote supermarkt, hoor. Ja, hele grote. En achterin zitten allemaal gifts, t-shirts, magneten. Daar gaan we zo naartoe. Nou, deze man is pizza aan het eten. Deze pizza gehaald. Even ter vergelijking, dit is mijn hand. Voor $36. Elke pizza voor 4 personen, geloof ik. Maar ik zeg bon appétit. We gaan ons best doen. Ja. Ga je nou precies hetzelfde doen als ik? Naar nee, Apert? Wat ik film. Voor de vlog. En ik voor de blog. Alles voor de vlog over. Nou, je moet de kijkers thuis ook bedienen. De zon is bijna weg. Het is hier nou lekker warm. Maar als de zon weg is, wordt het koud. Ja, wordt het fris. 9 graden. 9 graden vannacht. Dus het wordt straks tegen elkaar aankruipen. Welcome to my crib. Your crib. Wiep. Onze tent. Onze tent. We hebben een 2-persoonsbed kunnen regelen. En we kunnen zelfs nog 2 logies erbij. En wat wil je nog meer? Dus mocht je zin hebben om een nachtje bij ons te logeren, laat het even weten. Moet je snel wezen, hoor. Snel wezen, ja. Oh ja, we slapen hier 2 nachten. Ja. Dus, dat is dit. En vertel eens. Ja, dat is het ook. Oh, nou, we hebben ook nog een buiten. We hebben onze eigen storage room. Ja. Die zit in deze geweldige beerkluis. Beerkluis. Kijk eens. Echt super deluxe. Daar kan een beer namelijk niet inkomen. Nee. En we mogen niks wat ook maar iets van voeding of iets van geur mogen we in de auto laten. Want dan breken ze de auto open. Maar ook in de tent. Maar ook in de tent, want ze breken alles open. Dus daar zit het in. Dus als ik vannacht gestommel hoor, dan hebben we een beer onder de tent. Ja. Ja, je hebt hier ook allemaal huisjes. Niet veel meer luxe dan wat wij hebben. Maar ja, douchen en plassen doen nog steeds in hetzelfde gebouw. Kijk hierboven. Dat is een hele hoge berg. Snacken kunnen we ook. Nou, met wat schreeuwende Engelse klote kinderen op achtergrond. Wij zitten op de... Hij is ook altijd zo subtiel, hè, die Peter Holman. Zeer subtiel. Waar zitten we ook alweer? Stoneman Bridge. De Stoneman Bridge, vlakbij Curry Village in Yosemite National Park. Het is 6:45 avonds. En het is nog een lekker temperatuurtje. Ik denk graadje 22. Steen is al lekker warm. Het water ons ongetwijfeld niet. Maar dat zullen we morgen misschien merken. Dan ga ik Tineke erin gooien. Ik doe maar net alsof ik mijn doofheid in één keer een stuk meer is geworden. Wij gaan terug wandelen richting onze tent. Oh, er komt nou ook een boerentrekker aan met een kar erachter. Met allemaal mensen erin. Zal ik wel even voor jullie filmen. Een
Bye. Ja, het was geen boerenkar, zei Tineke. Wat hebben jullie kunnen zien? Nee, het was gewoon een vrachtwagentje. Een klein vrachtwagentje met allemaal gekke mensen erin. Die begonnen te zwaaien toen ik ook ging zwaaien. Je beleeft nog eens wat hier in Yosemite. Nou, wij wandelen terug. Kom, we go now. Het is weer alsof... Ja, we staan op dezelfde brug als gisteravond, alleen ja, het is weer een dag verder. Ja, weer een dag verder. We kunnen maar niet wennen aan het moeten afsluiten van de vlog. Maar bij deze sluiten we af. Iedereen weer bedankt voor het kijken. Je ziet dat we intussen alweer op de fiets zitten. Wat we daarmee gaan doen, zie je volgende week zondag. Bedankt voor het kijken. Thumbs up. Doei. Later.